Jan, we zitten hier voor de bakkerij. Hoe lang bestaat die al? Sinds 1975 is de familie van Harbe de eigenaar. Maar de bakkerij zelf is al ruim 100 jaar oud als bakkerij op Mellesand. Wat zijn nou echt de Vlakkese lekkernijen? Nou, bijvoorbeeld brood maken we van Vlakkese tarwe, waarin je de zon en de wind van Vlakkee proeft. De Vlakkese kruidplaatjes, een heel speciaal koekje wat in de koekenpan wordt gebakken in plaats van in de oven. Ja, en dan heb je natuurlijk de Vlakkese bolus. Dat is echt wel een van de allermooiste dingen die op Vlakkee gebakken worden. Vind je het niet een idee dat wij samen zo'n hele bijzondere bolus eens even gaan maken in de bakkerij? Ik wil het wel proberen. Goed zo, dan gaan we dat doen. Alright. Heb je wel eens een bolus gemaakt, Sjoerd? Ik heb vanochtend nog een bolus gedraaid, maar ik kan je verzekeren, Jan. Daar zat geen suiker op. Gaan we beginnen met de tarwebloem. Zo. En dan in het zout. Maakt niet uit waar. Goed zo. De deeg kneden ongeveer 20 minuten. Het is niet te doen. Het is alsof je aan een vrouwenborst zit, hè? Meis? Echt waar? Ja. Dat is niet helemaal gelukt. Hop. Hoe lang moet je in de rijskast? 3 kwartier. 3 kwartier. En 3 kwartier verder, we kunnen gaan bakken. Ik lieg hier al, we zijn 30 seconden verder, want we hadden dit voorgeproduceerd. Bakken. Hoe lang? 7 minuten. Aha, 30 heerlijke bolussen. Jan, mag ik jou bedanken voor deze workshop? Graag gedaan. Ja, even 1 hapje. Rond ik meteen even af. Tot zover het Rijnmond Nieuws, dames en heren. Ga voor meer nieuws naar Rijnmond.nl of kijk in onze gratis app. Nu het weer met Ed Aldus. En daarna FC Rijnmond. En volgende week komt de zomertour, vanuit Hoek van Holland. Tot ziens. Mag ik deze meenemen voor de redactie? Natuurlijk. Ja, altijd zo'n honger. Ja. Ja, heel erg hongerig zijn ze op de redactie. Ik denk dat je maar net genoeg hebt.